Tom Marks, wat voor gevoel sla je hier? Toch, ondanks verloren, blij dat ik weer kan spelen. Ja, dat dacht ik. Hè. Hoe lang is het geleden? Bijna een jaar, hè? 10 maanden, meer dan 300 dagen, dus ja. Jongen, wat moet jij afgezien hebben? Ja, het was echt een lange weg. Veel momenten ook gedacht dat niemand ervan zou komen. Voornamelijk net na de operatie, ja, dan kon ik echt helemaal niks. En om nou zo'n niveau al te hebben, ik voel me nog niet, dat ik zeker niet 100%. Maar ik ben heel blij hoe het gaat. Ja. Maar je zag, de afgelopen maanden heb je natuurlijk, je zegt het zelf al, gedacht van ja, wat moet ik nou? Waar kwam dan ineens de goesting vandaan om weer te beginnen? Oh, ik had altijd alleen soms frustreerd dat je meer wilt dan je lichaam kan. En ik ben mezelf de afgelopen maanden wel continu tegengekomen. Dan wil je een volgende stap zetten en dan wil de knie nog niet mee. En dan moet je dan toch als sporter geduld mee hebben, geduld hebben. Ja, dat was niet altijd even makkelijk. Hadden de maaltijden van Henriette er ook mee te maken? Nee, het is altijd heerlijk. Maar daar sta je er. 2 wedstrijden gespeeld. Hoe heb je nou, wat voel je dan? Moe? Beurs om te beginnen, moe. Ik denk dat ik morgen wel problemen heb met het bed komen, maar dat is prima. Dat moet woensdag weer prima zijn. Maar ik ben blij dat ik er weer sta in ieder geval. Dat is het belangrijkste. Waar verlies je deze wedstrijd? Ja, met penalties verlies je. Dat is een soort loterij. Bij mijn penalty shot glijdt de puck ook half van mijn stick af, waardoor ik de keeper een makkelijke save geef. Ja, op het laatste tegengoal, dat was jammer. Ja, het kan gebeuren. Het is een goede ploeg. Ze hebben een hele sterke eerste lijn en dat kan gebeuren. Ik denk 2 goede ploegen vandaag. 2 hardwerkende ploegen en dat ook onze kant op kunnen vallen. Het is in ieder geval een hele hoop beter dan gisteren. En ik denk ook wel een stap vooruit van vorig weekend. Ik denk wel dat het goed voor de ploeg is om in ieder geval wel al weer het geloof te krijgen dat we gewoon een goede ploeg zijn. Wat we ook zijn, ondanks dat we nou met Lars natuurlijk ontzettend missen. Ja, je mist je captain, je topscorer in principe. Ja, we kunnen niet helemaal 100%, dus daarom ben ik wel blij dat ik een klein steentje kan bijdragen. Ja, je mag gewoon zeggen dat de fans een verbeterd duel hebben gezien, hè? Een vechtend Eagles. Ja, zeker. Dat was ook wel nodig na gisteren. En daarmee haal je natuurlijk straks een volle bak over een paar dagen. Ja, dat zou heel mooi zijn voor volle bak een finale spelen in Geleen. Ik kan me niks mooiers voorstellen. Hoe kon je het plannen, hè, om zo op tijd klaar te zijn? Ja, ik moet zeggen, als ik me aan mijn schema gehouden was, was ik in principe niet bij de finale bij geweest. Maar lichaam stond er toe, de fysio stond er toe. Ik heb dit weekend wel meer minuten gespeeld dan eigenlijk was afgesproken. Dus eigenlijk ook maar 1 minuut of 10. Ga je dan daar ook mee op het ijs van, ik moet niet te veel doen? Ja, toch wel. Ik probeer mijn shifts wat korter te houden. Dat lukt in de opwelling niet altijd. Ik blijf soms wel lekker lang opstaan, maar je probeert er wel rekening mee te houden dat de wedstrijd niet... Vandaag wil je natuurlijk winnen, maar in principe de wedstrijd waarvoor je klaarstoomt is woensdag. Ja, woensdag, dan moeten jullie ervoor staan. Het is een wedstrijd, ja. Dus het heeft niks met competitie te maken. Kan alle kanten uit weer. Finale wedstrijd op zich, vorm van de dag en wie kan er druk aan? En waarom moeten de mensen komen? Ja, omdat het finale in Geleen is het mooiste wat er is. Ik denk dat het heel lang geleden is dat we zo'n wedstrijd hier gehad hebben. En we gaan er een hele mooie wedstrijd van maken. Er zijn nog kaarten te krijgen, hè? Staanplaatsen heb ik gehoord. Ah, kijk, dan moet die snel gekocht. Moet je heel snel erbij zijn. Ja, precies. Succes. Dankjewel.